Nou, de consequenties van wat er gebeurd is met het afketsen van het Catshuisakkoord zijn direct merkbaar. Je ziet de spreads, de renteverschillen, oplopen. Het is op dit moment al 70 basispunten, maar dat kan nog verder gaan. Afhankelijk natuurlijk van de uitkomsten van het beraad, van het kabinet en de oppositie. Dus met andere woorden, het is redelijk dramatisch. Als het Catshuisberaad op een zeker moment tot belangrijke structurele hervormingen had geleid, wat het niet heeft trouwens, dan waren de rating agencies en ook de financiële markten gerustgesteld. En dat is niet gebeurd. Als we kijken naar gewoon wat in het Catshuisberaad eruit gekomen is, dan zie je op 3 dossiers geen vooruitgang. 1. Het dossier van de arbeidsmarkt. Weduur wordt niet verkort. Ontslagrecht wordt die aangepakt. Dat is waarschijnlijk een voorwaarde van Wilders. 2. Op de woningmarktdossier zie je dat alleen maar de nieuwe gevallen worden aangepakt en niet de bestaande gevallen. Dus dat is ook, ja, dat levert ook niet veel op. En het derde dossier, het zorgdossier, heeft men dus eigen bijdrage van 9 euro per recept. Maar waar de echte kosten natuurlijk ook zitten, zijn natuurlijk in de specialisten en de ziekenhuizen. En je moet daar remmers hebben, zoals de Belgen dat noemen. Dat zijn dus eigen bijdragen die op een zeker moment de vraag, die in principe onbeperkt is naar zorg, beperkt. En dat heeft men dus niet voor elkaar gekregen. Dus het Catshuisakkoord was eigenlijk helemaal niet zo goed. Het was eigenlijk maar heel povertjes. Ook de huizenmarkt is eigenlijk maar minimaal wat aan gedaan. Zeker, zeker. En dus eigenlijk als je gewoon naar de belangrijke dossiers kijkt van structurele vormingen, dan kun je eigenlijk maar zeggen dat op zijn hoogst 1/3, wat nodig was, in het akkoord stond. Dus in die zin was het ook niet echt om naar huis te schreeuwen. Volgens Michael Six, chief economist van Standard & Poor's, zou Europa eind 2012 uit een milde recessie, zoals zij het omschrijven, moeten zijn gekomen. Dat gaat Nederland in ieder geval zeker niet redden. Nou, Nederland heeft natuurlijk altijd zit op de bagagedrager van Duitsland. En Duitsland gaat erg goed. Dus dat is een, op zich geen probleem. Het grote probleem is natuurlijk wel die woningmarkt. Hè. Die woningmarkt loopt voor geen kant. Die gaat van kwaad tot erger. En die onzekerheid voor de starters, voor de nieuwe kopers, blijft nog steeds bestaan. En dat is zeer kwalijk. En het tweede punt waar ik erg veel zorgen over heb, is de werking van de arbeidsmarkt. Juist in een recessie. Juist in zo'n situatie moet je een veel soepelere arbeidsmarkt hebben. Dus dat ontslagrecht en die WW-duurverkorting waren noodzakelijk, in combinatie natuurlijk met goede omscholingstrajecten. En dat is niet afgesproken, helaas.